يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En welkom bij de vijfde aflevering van Leer Tezweed van Vraag Islam. In deze aflevering zullen we Surah Al-Masjid uh, behandelen. Deze uh, surah is uniek, niet alleen vanwege de betekenis ervan, maar vanwege ook de reden van openbaring. Zoals het meeste van jullie al weten, uh, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kondigde de islam, nodigde dus mensen uit naar de islam, heimelijk in de eerste instantie. Uh, hij deed dat bij zijn beste vriend Abu Bakr, bij zijn vrouw uh, Khadija radiallahu anha, bij bloedverwanten van wie hij wist dat ze naar hem zouden luisteren en hem zouden uh, geloven. Maar op een gegeven moment kwam de openbaring, kwam de opdracht van Allah Azza wa waarin hij hem uh, vertelt dat hij dat bekend moet maken, namelijk vooral uh, als het gaat om zijn familie, uh, familieleden. Die dient hij dan. Uit te nodigen, zoals in de Koran staat: wa Met andere woorden: nodig de bloedverwanten, de familieleden, mensen die dicht bij jou zijn. Nodigen ze uit naar, uh, naar de islam en waarschuwen ze voor datgene wat hen te, te wachten staat. En dat deed de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hij ging op de heuvel uh, van uh, Safa uh, en, uh, en riep uh, Quraysh om bij elkaar te komen. En ze kenden hem natuurlijk als al Emir, oftewel de betrouwbare, de waarachtige, die nooit. Uh, heeft gelogen, of mensen in de maling heeft genomen, of iemand heeft opgelicht, of onethisch gedrag heeft vertoond. Uh, hij verzamelde mensen bij elkaar en hij zei, wat zouden jullie van mij denken als ik tegen jullie zou zeggen dat er een leger hierachter, uh, achter, uh, hierachter staat die jullie wil aanvallen? Zouden jullie mij hebben geloofd? Ze zeiden, natuurlijk, zouden we jou geloven. Want je staat bekend als Sadiq al-Amin, je staat bekend als de betrouwbare, de waarachtige, als we jou niet geloven, wie zouden we dan... Geloven. Toen zei hij, ik ben een boodschapper van Allah en ik ben naar jullie gekomen met een duidelijke boodschap. Met een waarschuwing, als jullie deze niet volgen, dan zullen jullie verkeerd of fout eindigen en bestraffing daarvoor krijgen. En natuurlijk, Quraish en de bewoners van Mekka hebben dat niet meteen omarmd. Sterker nog, sommigen kwamen meteen in opstand. Zoals de oom van de profeet, Alayhi salatu Abu Lahab. En uh, dit, deze, deze Sora gaat over uh, wat hij, wat Abu Lahab, heeft gezegd en heeft gedaan om de Profeet sallallahu alayhi wa sallam uh, te belemmeren in, zijn, in, zijn, in het verkondigen van da'wa. Hij zei tegen hem: Tabban lek. Tabban is een, is een, een uitdrukking in de Arabische taal die vernietiging betekent. Moog jij vernietigd worden? Uh, is dit de reden waarom je ons bij elkaar hebt gebracht? Een soort van minachting. Hij zei tegen hem: Heb je geen andere belangrijke reden, zoals zaken doen en anderen, om ons bij elkaar te brengen dan dit? Voor de rest van je dag. Ali is dit de reden waarom je ons hebt, uh, bij elkaar hebt gebracht? En vanwege dus deze uitspraak zijn deze verzen neergedaald, die, waarin de persoon bij naam wordt genoemd. Dat is iets, iets kleins. Hier staat: yada de, de handen. Van Abiel hebben. De betekenissen hiervan kunnen jullie vinden in de tafsirboeken. Zoals gebruikelijk gaan wij deze Sora uh, gezamenlijk vers per vers reciteren en daarna sluiten we af met een uh, volledige recitatie, inshallah. Wij beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk met istiade en besmelle. Ik zal niet weer dezelfde fouten corrigeren als in de vorige afleveringen, dus wil je istiade en besmelle correct uitspreken, dan. راتيكي آن و مدفوخة أو حليف ريكي تكاكن إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تبض الطا لا يبضت هرهالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bij een ra met een shadda, is het belangrijk dat we die trillingen niet duidelijk horen. Niet dat we verschillende ra's naast elkaar horen of achter elkaar horen. Arra, nee, niet ar, maar allah. Je houdt je tong iets strakker. En niet zoals op zijn Engels dat je hem helemaal terugbrengt naar het gehemelte. Arra, nee. Ook niet arra, maar midden in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Let op de ه dat je hem voldoende tijd geeft en licht en vloeiend uitspreekt. Niet الرح, ook niet الرح, maar الرحمن الرحيم. We gaan nu Surah Al-Masrat volledig reciteren, inshallah. We zullen ook in deze Surah nieuwe regels tegenkomen die we niet eerder hebben behandeld. Dus pak je pen en je schrift. انه تي ار دي في كنت كوريجير ان شاء الله تعالى خذ تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب بيت تام فان تبت is het belangrijk dat die tam duidelijk en licht uitgesproken wordt niet Tabet. En bij ta met een soekoon. dient niet onduidelijk uitgesproken te worden. Tabet. Maar die ta dient een kleine opening te houden. Je dient een kleine opening te houden. nadat het articulatiepunt gesloten is. Tabet. Kleine opening. Dat is alleen voor een hele uh, alerte. Persoon te horen, maar het is wel belangrijk. Te bet, jeda, niet te jeda, yada, jeda, yada, maar te jeda, yada, abila, habin. Wat meteen opvalt, is dat we de yada, wat twee fouten is van jed, yada, verlengen met extra verlenging dan, dan we kennen eigenlijk. In die wijze is belangrijk, is het altijd zes harakat, de allerlangste vorm van met, van verlenging. Wat betekent zes harakat? De tijd die je nodig hebt om zes harakat een letter met een harakat uit te spreken. Dus e e e e e zes. Die tijd neem je om je de oké? Okay? Dus dat is de tijd die je nodig hebt om die verlenging uit te spreken. bed, je de Abi lha wa tab. Voordat we verder gaan met wa tab, is het belangrijk om aan te geven dat de med tussen dus siyada abi dat woord med monfacil genoemd. Al medu al monfacil. Monfacil van uit elkaar. Dus zijn niet med en de oorzaak van med in dit geval de hamza zijn niet in één woord. Dat noemen we dus monfasil? In Wars wordt dus deze altijd met zes harakat, de tijd die je nodig hebt om zes klanken achter elkaar uit te spreken. A, 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 A. Die tijd die je nodig hebt, daarin spreek je de mid uit. Dus tabtia de abi. Duidelijk? En in uh, Hafs, daar, daar zijn verschillende opties. Je kan met monfasil met uh, vier harakat lezen. Of voor je tawassut, vier haraket. Of voor je gaat vijf haraket. En er is een andere manier, namelijk twee haraket, maar dat is volgens de Jewet en Nash. Je zou die verschillen wel moeten weten. Want dat gaat ook gepaard met andere regels weer. Maar voor nu is het belangrijk voor jou om te onthouden dat je hem iets langer verlengt dan normaal. Vier haraket. Dus dat je je daar als volgt uitspreekt abi. yadaabi. abi. Vier harakat. Uh, en en oh, nogmaals, warsh is altijd zes harakat. Dus langer dan, dan hafs. Nu gaan we naar de volgende regel. Die we eerder hebben behandeld, maar nu gaan we verder daarop in. Namelijk het onderwerp van l'idraan. Dus als je ergens notities hebt gemaakt van l'idraan, ga daar terug, want zodat we dit uh, verder kunnen bespreken. We hebben geleerd dat wanneer we een noen met een soekoen of tenween, dus het hatteen, kasarateen of dan meteen, en wanneer deze gevolgd wordt door een letter, dan hebben we altijd een regel. Welke regel? Dat hangt af van de letter die daarna komt. In dit geval, dus lehebin, we hebben de in-klank, dus de noen-klank met een soekoen, en deze gevolgd wordt door wou. En we hebben afgesproken, noen met een soekoen of

En uh, andere idraam die we eerder hebben behandeld van LEM, is dat je hier idraam hebt plus een extra eigenschap. El idraam plus een extra eigenschap. Dus samenvoegen plus extra eigenschap. En wat is die extra eigenschap? Nasale klank. Noemen we el ghunna. Dus el idraam birunna noemen we dit. Idraam met ghunna. Dus wat doen we? We doen twee dingen. We voegen samen.

Voor altijd voor vier, want dat geniet de voorkeur. En twee kan ook, dus mocht je dat ergens horen. Uh, maar je moet dan alleen andere regels kennen die daarmee gepaard gaan. Die daarmee, want het is een ander iets een ingewikkeld, ingewikkeld theoretisch verhaal. Maar voor nu is het voldoende om dit te onthouden. me eh, oh. Heel belangrijk, heel veel mensen lezen deze fout en zeggen me oh, en als ik zeg trouwens, heel veel mensen doen dat, dan is dat niet de bedoeling dat we iedereen gaan corrigeren. Het moet natuurlijk op de juiste wijze. Ik kan me een keer herinneren dat ik een keertje in een moskee, uh, tijdens, uh, forum, vlak voor Maghreb, dat heb uitgelegd. En een van de aanwezigen kwam meteen na het gebed en zei: tegen mij, Ja, die imam las op die manier fout, deed dit fout, dat dit fout. Dat is niet de bedoeling. Uh, je moet het natuurlijk op een correcte wijze uh, aangeven. En je moet zelf bekwaam zijn om dat goed te horen. Want het kan zo zijn dat je het verkeerd hoort. دس ما أغنى عنه ماله وما كسب من كلاين التوفوخين إن دي وايت ورش ليس في مثل إيمالة إن ديت سفاي زخميت ما أغنى مار ما زاس حركات أغنى ن ما

Niet verborgen, niet geassimileerd. We lezen hem gewoon normaal. Me, L, R, M, K, B, Wat doen we bij L, B? plus een soekoon is qalqala. namelijk een stuiterende klank. سيصلى نارا ذات لهب سيص صاد سيصلى سيصلى نارا ذات لهب تزلف ضد ظهير مثل الإمالة لا إسوارش أن لا إسحفص سيصلى نارا ذات لهب En wat belangrijk is bij sin, ja en saad, is dat je die sin licht uitspreekt. Seja, yeah, s, zwaar, la. En wat heel veel fout doen is. sayasla. Sa, nee. yeah, s, la. Op één niveau. Nee. Seja, la. Of haf, volgens so, uh, Hafs, seja, jas la. Normaal. Dus nog één keer. Seja, jas la, la.

of الميم مثل الشده هي في الالتاييد إكسترا غنة وامرأته حمالة الحطب، لا تزال ورش، حمالة تو، and in حفص is it حمالة الحطب، حمالة، مثل فتحة Ook qua betekenis is, het net anders. En alhamdulillah, de qira'at of de riwayat versterken elkaar in plaats van elkaar tegenspreken. Beide betekenissen vullen elkaar aan. Wam ra'atu hu ham ma letul ha'ta. Niet ha'tab, ha'tab. Wam ra'atu hu ham ma hatab. في جيدها حبل من مسد في جي جي نت جي في جيدها حب حبل من مسد بدون ظهير حبل من ما يا را ميم لام واو النون زين دلة شفان dus assimileren en samenvoegen. Hablun min mesed. Hablun, wat daarna komt is de letter mim, dus dan spreken we het één met een shadda en wij voegen iets anders eraan toe namelijk el. Dus dan zeggen we hablun min mesed. Die nu spreken we helemaal niet uit, we spreken alleen de mim erna met een shadda. Wat zijn nou de letters van het idraam met ghunna? Als je dat voor vandaag onthoudt, dan heb je heel veel, inshallah, bereikt. De letters van ghunna in het zijn de volgende letters: ja, noen, mim en wau. -wow. Dus wanneer je een noen met een soekoon plus uh, een van deze vier letters, dan spreken we die idraam, dus die assimilatie, die samenvoeging, altijd met een ghunna uit. Vind je lam of raam? Lem of Ra, dan spreken we deze Idraam niet met het uit. Mila, Rabbihim, bim, niet meer Ra, zonder met een nasale klank, maar zonder. Maar wanneer die vier letters van het Idraam erna komen, spreken we altijd met een nasale klank. Habelum, mim, en dat is bij alle hetzelfde. Ik denk dat het voor vandaag voldoende is. We gaan nu de soort masad die ook uit vijf verzen bestaat, volledig reciteren. En uh, ik hoop dat dat inshallah ta'ala nuttig zal zijn. Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abi lahabim wa tabb ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حبل اسم فوربط Van kalkala in het midden van een woord. ha ab, En doordat we minder tijd hebben om extra klank te maken, is het deze een lichte vorm van kalkala, zoals we in de vorige aflevering hebben besproken. Ha-belun mimeset. adim voor het meekijken. En tot de volgende aflevering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن